is bijna oktober en ik geniet hier van de Indian Summer samen met Jeff, met Richard en met Arthur. Wat een schitterend weer voor een najaarssessie. Ja hoor, Van Duren weer in actie. Arthur, Veni Vidi Vici Van Duren. And who's the wasp with the funny colors? I'm a dyslexic wasp. I thought so. I meant to say I'm a colorblind wasp. The wind's coming over about 6, I do. You should say, do like a bite. There we go. Straight in, Artu. Walk behind me. The fucker's done it again! Hi Chris. Ik was gisteravond aangekomen. En toen ving ik er gelijk aan na een paar uur. Een mooi spiegel. En 10 minuten. Beetje zwaar beschut. Die was net 20. En voor de rest hadden we allemaal niks vannacht eigenlijk. Ik ook niet meer. Eén brazen nog. En Bas had ook een brazen. Ah, vanmorgen gewoon weer opnieuw uitgegooid. De bolletjes er weer bij. Ik zat net even bij mijn Engels weer. Ik zat te kijken en kaderen. Erg hè? Weer op het pollen. Oh, wat vervelend. Ja, weet je. Mr. Nash. Ik zal hem even onderuit. Maar hartstikke sterk vis. Prachtig. Prachtig hè? Ja, hij is heel mooi gebouwd. Here we are in paradise. Sunday morning. And another fish to fall to my rods. This is a 20¾ common I caught last night, just before 12, on the left-hand tiger nut rod. Roared off. Beautiful fight. Every fish in here gives a great fight. And landed this. Spewing out tigers like there's no tomorrow. Well, baby, come and see me in a few years' time. Lekker najaarsweer. En leuk water voor een korte sessie. When it's just after 6, the left-hand tiger nut rod roared off on Paradise Lake. Paradise Lake, where's that? Paradise Lake, that's in Scandinavia. Oh, I see, Norway, isn't it? Norway, Sweden, Finland, somewhere okay. Up there. Yeah, it's a big lake, it covers the whole of Scandinavia. Oh, half of it's frozen over already. And this beautiful 19¾ grey sonnet. Absolute two runs, two fish, after a 36-hour blank. Absolutely chuffed it, and Bas has taught me into staying now. I'm not moving tonight, I was going to move today. But no, I'm staying to get some more of these little beauts. Okay. These hair lekker mooi karpers. Okay, let's put this beauty back. Thanks for the pleasure you've given me. And I hope you give someone else the same pleasure one day. Perhaps even Papa. Yeah? Nederlands. Hier zijn we weer. Ik ving hem 3:15. En ik kreeg een terugzakker. En eerst draaide hem weer strak. Toen zakte hij weer terug. Ik denk, nou, dat moet wat zijn. Dus ik indraaien. En toen was hij al helemaal naar de kant toe gezwommen. En hij zat al vlak voor de kant, een beetje in het riet te kloten. En daar kwam hij gelukkig goed uit. En vechten onder de kant en doen. Ik dacht dat het echt een hele grote was. Hij voelde heel zwaar. En na een goede tijdje drillen, kwam deze eruit. Hele mooie vis, 23 pond. Goeie, echt een mooie conditie, goede bek. Ik zal even de andere kant laten zien. Dat is echt wel een mooie vis. En erg sterk. Dus, Fiat Lake. Did it again. Dikke kop hoor. Mm.
Nou, deze kwam een klein tijdje later, om 7:30. Deze vind ik op een pop-up, vlak bij de kant. Hele steile kant, wat heel diep snel naar 6 meter loopt. En de eerste dag helemaal geen beet op gehad. Nou, alleen een paar bolletjes erbij gegooid. En echt een keiharde fluiter. Nou, hij ging er echt vandoor als een gek. En een hele rare drill. Heel schoot van de ene kant naar de andere kant. Niet zo heel erg sterk. Maar lijkt echt een oude vis. Hele grote staart. Oude kop. Een beetje versleten vinnen. Echt wel een beetje ouder uit. Maar heel apart. Helemaal gave kleuren. Hij had zelfs nog een ander stukje haak in zijn bek. Een afgebroken haak in zijn onderlip. Ik zag het pas toen net. Wat is de naam van de karper? I think I must call it the beast. Ja, het lijkt op echt op een wilde. Het beest. Het is echt een. Dat is mooi. Mooi. Ik denk een echte oude. Ja. Maar ik ben erg blij met hem. 26 volt. Iets hier eroverheen. Mijn rivierstekken doen het niet best op het ogenblik. Bovendien wordt het hier alsmaar drukker. Redenen genoeg om een tijdje uit te wijken naar een andere stek. Dit lijkt me wel wat. Een afgesloten rivierarm en een variëteit aan stekken. Nou, laat ik hier maar eens beginnen. Het is wel een beetje rumoerig met een weg achter me, maar je moet ergens starten. Deze vis werd gevangen in een ochtendsessie, 5:30, 24 pond, niet zo sterk. Ik heb nog even gedacht dat het de winden was. Toch een leuke vis, zoals gezegd 24 pond. Ik ga maar snel terugzetten, want het regent. Daar ben ik helemaal niet blij mee. Ah, wat een zootje in die modder. Wel. Het regent nog steeds. Deze vis kwam een 30 minuten later. Een prachtig exemplaar. 21 pond. En hij gaf fantastische strijd. Hele lange runs aan de oppervlakte. Het heeft minutenlang geduurd. Toen ineens naar de bodem. En mokken. En maar langs die bodem blijven zwemmen. Een schitterende vis. In prachtige conditie en oersterk. Hij mag weer terug. De eerste stek was geen verkeerde keus. Ik ben benieuwd hoe de andere stekken dat gaan doen. Sessie. En de derde vis op dit water. 19 pond en een paar ons. Ze vangen om 10:00 s'avonds tijdens een avondsessie. Nou, dat is veelbelovend voor de toekomst. Ik ga hem nu snel weer terugzetten.